Wat is de kleur van een zwart gat? Zwart? Ja, maar niet helemaal. In deze aflevering van Het Heelal en Meer ga ik het hebben over de kleuren van het universum. Deze beroemde foto van het centrum van sterrenstelsel M87 toont ons voor het eerst de schaduw van een zwart gat. En voor zover we kunnen zien, is die schaduw ook echt zwart. Dat wil zeggen dat we in zijn geheel geen licht uit een zwarte gat zien komen. Theoretisch echter straalt een zwart gat wel degelijk straling uit. Dat ga ik uitleggen. Wat ik nu ga vertellen is een stukje kwantummechanica. Dat is een theorie die beschrijft hoe deeltjes op de hele kleine schaal zich gedragen. En uit de theorie blijkt dat deeltjes spontaan uit het niets kunnen ontstaan. Dat lijkt in strijd te zijn met de wet van behoud van energie. Maar volgens de kwantummechanica is dat wel degelijk mogelijk als zo'n deeltje ook maar meteen weer verdwijnt. Zo'n deeltje dat heel eventjes bestaat en daarna meteen weer verdwijnt, noemen we een virtueel deeltje. Dit is de grens van een zwart gat, noemen we de event horizon. En aan die grens is de ruimte heel erg gekromd. En dat maakt het mogelijk dat er paren van virtuele lichtdeeltjes kunnen ontstaan. En normaal gesproken verdwijnen die lichtdeeltjes meteen weer. Maar wat zou er gebeuren als zo'n lichtdeeltje zou ontstaan precies op de grens van die event horizon? Eén van die deeltjes wordt dan opgeslokt door het zwarte gat, terwijl het andere deeltje gewoon kan ontsnappen. Het universum heeft op deze manier spontaan een deeltje gemaakt. De energie van dat deeltje komt af van het zwarte gat, die een heel klein beetje energie verliest. De specifieke details van het hele proces is nogal gecompliceerd en dat laat ik je achterwege. Dit proces is ontdekt door wetenschapper Stephen Hawking en het laat zien dat zwarte gaten wel degelijk stralen. Zwarte gaten zijn dus niet volmaakt zwart, maar een heel klein beetje grijs. Deze straling heet Hawkingstraling en is zo ongelooflijk zwak dat zwarte gaten, zelfs voor telescopen, gewoon zwart ogen. Maar hoe zit het nou met de rest van deze foto? In het midden zien we de schaduw van het zwarte gat en daaromheen zien we het licht van het gas dat naar het zwarte gat toe wordt getrokken. Maar deze foto is gemaakt door radiotelescopen. Hoe kunnen die nou kleuren zien? Dat kunnen ze ook helemaal niet. Deze kleuren zijn nep. Licht is een elektromagnetische golf. Dat bestaat uit een elektrisch deel en een magnetisch deel. Die twee houden elkaar in stand, waardoor zo'n golf zich met de maximale snelheid voortplant. Dat is de lichtsnelheid. Kleuren ontstaan omdat zo'n golf verschillende lengtes kan aannemen. Onze ogen maken onderscheid in de lengte van zo'n golf en dat ervaren wij als kleur. Radiogolven zijn ook elektromagnetische golven, maar dan met een golflengte van centimeters tot meters. Wanneer we de golflengte korter maken, veranderen de eigenschappen van de elektromagnetische golven. Zo gaan we van radiogolven naar infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen en gammastraling. Als onze ogen kunnen radiotelescopen verschillende golflengtes waarnemen. In feite kunnen radiotelescopen dus wel degelijk kleuren zien, maar deze vallen buiten het bereik van wat wij met onze ogen kunnen waarnemen. Dus, als je met je eigen ogen wilt kunnen zien wat radiotelescopen zien, ja, dan moet je wel vals spelen. Vandaar dat dit plaatje zogenaamde valse kleuren gebruikt. De kleuren zijn verzonnen, maar de verandering in kleuren komt wel degelijk overeen met hoe een radiotelescoop verschillende golflengtes waarneemt. En hetzelfde geldt voor vrijwel alle prachtige astronomische plaatjes. Het universum ziet er heel anders uit dan sterrenkundigen doen voorkomen. Als sterrenkundigen bereid zijn vals te spelen, wat zijn dan de echte kleuren van het universum?
Dat is best een lastige vraag om te beantwoorden. En een prachtig voorbeeld daarvan zagen we in 1976 toen NASA voor het eerst een ruimteschip op Mars landde, genaamd Viking 1. De eerste foto die de Viking terugstuurde naar de aarde leek een blauwe lucht te tonen. Maar het probleem was dat de camera's van Viking gecalibreerd waren op aarde met een bekende lichtbron. Op Mars is de lichtbron uiteraard anders, omdat je niet weet hoe de atmosfeer van Mars het zonlicht verkleurt. Daar kun je voor corrigeren, maar dat is moeilijk. Het NASA-team was te gehaast en toonde de wereld dat Mars een blauwe hemel heeft, net als de aarde. De media vond het fantastisch, maar na grondige analyse moest NASA erkennen dat ze het helemaal fout hadden. De lucht van Mars heeft juist een rode gloed. Dat komt omdat de stof van het oppervlakte van Mars in de atmosfeer zit. Dit stof heeft een wat roodbruine kleur, omdat het veel ijzeroxide bevat. Dat kennen we op aarde ook, dat heet roest. Dat is ook de reden dat Mars bekend staat als de rode planeet. Maar Mars ziet vanaf de aarde veel roder uit dan op Mars zelf. Op aarde kijken we immers door onze eigen atmosfeer. En de lucht om ons heen heeft de eigenschap dat blauw licht verstrooid raakt. Daarom is de hemel ook blauw. Dat is het zonlicht waarvan het blauwe deel naar alle kanten wordt afgebogen. Het rode licht gaat gewoon rechtdoor en dus is de ondergaande zon ook veel roder. Dit geldt voor alle sterren en planeten, vooral als ze wat lager aan de horizon staan. Want dan legt het licht namelijk een grote afstand af door onze atmosfeer, waardoor heel veel blauw licht wordt afgebogen en je het rode deel overhoudt. Kleuren vertellen ons veel over de samenstelling van sterren en planeten. De verscheidenheid van kleuren bij Jupiter bijvoorbeeld vertelt ons dat Jupiter niet alleen bestaat uit waterstof en helium, maar dat er ook ammoniak en water aanwezig is. En zo weten we ook dat Uranus en Neptunus een blauwgroene kleur hebben omdat er methaan aanwezig is. Ook sterren hebben verschillende kleuren. Sterren stralen licht omdat ze heet zijn. Maar jongere sterren, die zijn nog heel erg heet en stralen daarom blauw licht uit. Wat oudere sterren zijn al wat afgekoeld en stralen daarom rood licht uit. Max Planck was een Duitse wetenschapper en hij bedacht een formule waarmee je uit de kleur van de ster kunt bepalen wat de temperatuur van de ster is. Die formule heet de wet van Planck. En die ziet er zo uit. Deze formule vertelt ons op welke energie een ster met een gegeven temperatuur straalt op verschillende golflengtes. Golflengtes geven we aan met de Griekse letter lambda. De letters H, C en K zijn constanten en letter E is hier de exponentiële functie. Deze formule stelt ons in staat om dit soort plotjes te maken. Deze curves vertellen ons voor verschillende temperaturen wat de golflengte is waarmee een ster maximaal straalt. Met andere woorden, wat de kleur van een ster is. Dus een ster met een temperatuur van 3000 Kelvin, die straalt een rode kleur uit. Een ster met een temperatuur van zo'n 10.000 Kelvin straalt veel blauwer. Andersom, als je de kleur van een ster hebt gemeten, kun je hieruit bepalen wat de temperatuur van de ster is. Kleuren zijn belangrijk. Jonge sterren stralen dus een blauwe kleur uit. En terwijl ze ouder worden, worden ze steeds roder. Maar sterren veranderen ook van kleur omdat ze bewegen. En dat is vanwege het Doppler-effect dat we kennen van de sirene van de ambulance. Dit zagen we al in mijn filmpje over kleine groene mannetjes. Dit effect zien we ook bij lichtgolven. Als een ster met hoge snelheid naar je toe beweegt, dan zie je kortere golflengte en kleurt de ster blauw. Terwijl als een ster van je afbeweegt, kleurt deze juist rood. Dat noemen we roodverschuiving. Hetzelfde geldt voor sterrenstelsels. Verre sterrenstelsels hebben een grote roodverschuiving.
hoe verder een sterrenstelsel ligt, hoe groter de roodverschuiving en dus hoe sneller het stelsel van ons afbeweegt. Dat is een direct bewijs dat het universum expandeert. Tot slot gaan we nog één stapje verder. Wat is de kleur van het universum zelf? Ja, het universum heeft een kleur en die kunnen we meten. Het universum begon immers met de oerknal. Toen was het universum heel erg heet. Maar inmiddels is het afgekoeld tot een temperatuur van 2,7 Kelvin. Dat is ongeveer 270 graden Celsius onder nul. En ook daar kunnen we de wet van Planck op loslaten. En dan vinden we dat het universum vrijwel niet straalt. Oftewel dat het vrijwel volmaakt zwart is. Maar, net als met een zwart gat, is het universum stiekem een heel klein beetje grijs. Mocht je nog vragen hebben over sterrenkunde, laat dan rustig een reactie achter of kijk op mijn website roysmits.nl.